Narcissus gazed into the water, and saw a fantastic appearance looking back. Narcissus, beholding the beautiful image, coming closer and closer, is mesmerized, longing for what he suspects down there, imagining, in or beneath something looking so meaningful, we should be able to find some powerful essence. The other, he desires, appearing so beautiful and complete. As McLuhan explained, the story concludes with a permanent narcosis unto death. Narcissus is consumed by the desire. Nothing remains but to be with this idolized other, to be this other. But do images necessarily only deceive us? What role do technologies like imaging or filming play in our lives, and can they tell us something about who we are? As I was working on the theme, I filmed myself. The resulting experience is as ambiguous as Lacan's mirror, and I immediately recognize the pharmacon. Something so soft, wholesome, powerful, growing, so human. But it also saddens me and hurts, like good films do. I experience difference, my own body disintegrating and falling apart. An intense longing. Can I be the body over there? Can I leave all judgments written into it and become myself? Watching did not in any yet definite way answer anything. Looking at this film, this other, poses the question more acutely and accurately than ever before. After all, you might remember who you were. How you've become might explain where you are now. So, however deep still waters seem to run, we might better look at rivers instead. Rivers flow. Water bounces off sides and creates curves that make it into a stream. Its intention is always to keep moving. But, as the cliché goes, the obstacles we encounter and how we deal with them determine our journey. All experiences leave traces, remain visible. We retain the past through personal, cultural, or technological things, let's say rocks or cultural dams in a river, or mnemotechnologies, the things we ourselves placed in the river to remember, such as pictures or writings of the past. As technological beings, what we remember is determined by these three forms of what Stieler calls retention, and this determines who we might think ourselves to be. With Stieler, our consciousness is a stream in which at every point in the now, something of the past is retained through different media. These could be the simplest things. De shisha waterpijpen, de alcoholvrij bier, de hit die er was, de rare mannetjes. Nou goed, weet je, er komen meteen allerlei dingen weer omhoog van hoe het daar was, als ik dat ding vast heb. Dat ik ze helemaal mee heb gesleept hier naartoe al. Daar gaat het niet eens over. Maar ik heb er gewoon echt hele fijne tijd in gehad. En dan ga ik dat toch niet nu ineens wegdoen. Die stoel die is echt goed geweest voor me. Ik kan het niet weg nu. Dat zou toch ondankbaar zijn? Oh, ja? Dat zou ondankbaar dat zijn. Doe je het iets van jezelf weg dan? Ja, ja. Van tastbaar iets van inderdaad, dat is echt gebeurd. Ja, stom hè? Inderdaad, ik was echt. Ik heb dat meegenomen. Dus ja, het klopt. Het is een soort bevestiging van je herinnering of zo. Hè, het roept je herinnering op, maar ook een bevestiging van ja, het was echt zo, weet je wel. Het was echt, ik ben daar geweest. Ik denk dat ze ook eigenlijk niet kunnen, hè. Ik voel dat ik steeds een voetje. En het is meteen weer zo van oeh, lief. Zo moet je hier. En zo. Zo liep ik er vroeger mee de trap af. Dat kun je ook zien aan zijn handje. Ja, waarom lees je het? Nou ja, waarom ik het teruglees is vooral om wat meer zelfinzicht te krijgen. En het geeft ook zeker wel inzicht in hoe ik toen was. Alleen ik denk dat het soms wat lastiger is, omdat in bepaalde opzichten ik ook wel zie dat ik dan nog steeds zo ben en daar eigenlijk niet zo heel trots op ben. Dus dat dan een beetje een
soms lees ik ook wel dingen waarvan ik denk van, oh ja, daar kan ik het nog wel steeds, daar kan ik me nog wel steeds wel in vinden en zo. En ook, ja, het contrast dat je eigenlijk door de jaren heen enerzijds heel veel verandert en anderzijds dat er toch iets is wat hetzelfde lijkt te blijven. Zo, laatst... En dat is leuk aan herinneringen of dingen die je geregistreerd hebt of die je mee, dat je die ook zo in verhouding tot elkaar kan zetten dat ze iets nieuw gaan betekenen. Mm-hmm. Wat als schrijven ook heel erg is. Ja. Dingen die pijn hebben gedaan of die jou verontwaardigd hebben gemaakt of ontroerd of wat dan ook, door ze anders te gaan combineren of vanuit een ander perspectief te vertellen, kan je daar een andere draai aan geven. Until the 20th century, writing has been one of the most prominent media to record our consciousness, what Stiegler calls the tertiary form of retention. According to Stiegler, what writing is to memory, film is to consciousness. Film is not only a medium with which we might record something. As McLuhan might say, the medium has become the message. Stiegler writes that the flow of film coincides with the flow of consciousness that watches the film. With this, he poses the essentially cinematographic structure of consciousness in general. We are beings individuating because we are in the midst of past and future. Comme la langue est toujours déjà dans l'écriture, la vie est toujours déjà du cinéma. Si au même moment Henry Ford crée les usines Ford, développe le taylorisme, la production industrielle en grande série d'automobiles, etc., etc., et qu'en même temps, à Los Angeles, Hollywood est en train de construire les premiers studios, c'est la même machine. C'est une machine de désir. Cette machine de désir. So, we are like a film. Stiegler warns that, as consumers, consciousness changes by watching film. But if consciousness coincides with the film we watch, we might as well actively use film to change that consciousness. If our consciousness can be seen as a form of film, can we learn something about ourselves by understanding the technology of film? After all, as McLuhan said, with every new technology, we lose something and we gain something. With the advent of television, we saw the rise of the well-known narcotic couch potato. But, as one of McLuhan's countrymen Atom Agoyan shows in his 1984 film Next of Kin, video can also be an interesting way to become aware of different options in your life. Did everyone have an opportunity to look at the tape from our last meeting? Good. Well, let's start with you, Peter. What did you think of what you saw? Maybe Peter's trying to reject me. For 23 years, I've been raised as my parents' pride and joy. That's got to change. I want control now. Are you sure you're not angry about your son, George? About Bedros? Are you sorry that he's not here to make things better, to follow in your footsteps? Are you angry with Aza because she rejects the values you believe your son would have accepted? You gave your son away when you came to this country. I had no money. So you gave him away. A few years later, you had a daughter. You kept her. She's in this room with us right now. Does that upset you? In A Next of Kin, Peter, or Pedros, puts the technology of video offered him by the therapist to his surprising good use to transform his life. He picks up on somebody else's recorded life and uses it to change not only his boring present and future self, but even his past.
Through the video, he comes to be in between. He becomes interested in himself as a possible, more agreeable other. The video awakens a desire to become that other person. More like his own girl. Terwijl een blog juist heel openbaar is. En ik denk dat dat ook wel is dat mijn blog op het moment iets minder diepgaand is dan wat ik bijvoorbeeld in die boekjes neerzet. Ja. Nou ja, ik weet niet zeker of ze meer laten zien of dat het echt een andere groep mensen is. Maar het zijn wel door de dingen die je ziet en leest, ze geven mij wel het gevoel van dat het mensen zijn waar ik meer aansluiting mee heb. En dat is eigenlijk misschien heel egocentrisch, maar dan neem ik hun mening serieuzer dan ik zou doen bij iemand waarvan ik denk die heeft een hele andere persoonlijkheid dan ik. Dus dat is eigenlijk heel narcistisch als je het zo bekijkt. Zo van, oh, zij lijken op mij, dus hun mening is waardevol. Als je het zo bekijkt is het echt heel beschamend. Maar ik denk dat daar wel iets achter zit. Dat het dan toch, het lijkt veiliger omdat je die persoon, zelfs al ken je die niet, toch meer vertrouwd in die zin. Ja, klinkt een beetje raar. Het zijn gevoelens en ideeën die je deelt. En dat geeft wel een gevoel van, ik hoor ergens bij. Met name ook omdat het wel dingen zijn waar ik me mee kan identificeren. Die ik toch heel vaak in het echt niet heb met mensen. Een paar uitzonderingen daar gelaten dan. These days, next to videos, all kinds of images, sounds and short texts are found virtually everywhere. Anyone, even I, can use the digital camera and online software to produce many different sorts of, well, what we might as well call data. One of the platforms that is used frequently to exchange these data is Facebook. Sharing ideas, images, thoughts and comments on life in general pile up on millions of profile pages, where you're brought up to date on the latest gags and news of your friends. The program even guides you on how to make the most interesting stories and read about others' lives as if you were a part of it. But is it really you, or only your avatar? Ja, ik heb een heel moeilijke relatie met Facebook. Sommige dagen post ik daar veel op. En ik zit zeker al wel een jaar of twee, denk ik, mij af te vragen, waarom doe ik dan net en is dat... Is dat mijn neiging om altijd maar contact te maken? Of is het juist een soort verdovende houding die ervoor zorgt dat je nooit echt tot gesprek komt? Wat dan natuurlijk ook weer niet helemaal waar is, want ik heb ook best wel vaak diepgaande gesprekken op Facebook chat en zo. Vaak met mensen waar ik ook mee op café zit, dus niet met compleet wildvreemden. Of het altijd maar eventjes dit opzoeken en dan dit en dan op die link klikken en dit. Dat vind ik wel een, ja, iets waar dat ik zelf onder leid, waar ik studenten onder zie lijden als we erover praten. En ja, voor mij gaat het heel erg wat het ambiguë van Facebook of andere social media, of misschien zelfs breder, veel op het internet zitten, heeft te maken met versplintering van aandacht. Ik heb niet het gevoel dat ik door internet mezelf meer kwijt ben. En af en toe haal je er iets anders uit en daar kun je mee spelen. Ja, en dan, ja, het is ook een beetje het beeld van wie wil ik zijn en wie ben ik echt. En daar tussen schipperen en zo. Want wat dat betreft, wat je naar buiten gooit, is ook wel... Je houdt er wel rekening mee van dat anderen jou gaan waarnemen. Jouw ideeën, jouw gevoelens. Dus het is altijd wel vervormd. Dus of in de zin van dat je het abstract maakt zodat anderen het niet helemaal begrijpen. Of in de zin van dat je het helemaal aanpast naar iets van zo wil ik waargenomen worden. Dus of het dan nog zo eerlijk is, is ook een beetje de vraag. Maar dat betekent niet dat het niet nuttig kan zijn. Ik bedoel... Everything we do in commercial online communities produces data within the technological framework, algorithms that give the owner the most commercial possibilities. Everything you share is used to target you as a consumer. Through neuromarketing, relationships are made part of something that looks like a collective of individuals, but is in fact only you and the ads your data conjured up. There are relationships between avatars,
between a bunch of algorithms without bodies. Libido flows in a loop between them without really encountering difference. No bodies that might actually throw up dams as transitional objects that might change you, just ephemeral codes, angelic entities. So, avatars are in a permanent narcosis. They become part of a community that most of the time is not a challenge but a mirror comforting them in their need to be recognized. They look at others and surroundings that seem different, but are mostly a reflection of digital pheromones they themselves emitted. And what Facebook in particular brings into reality is the risk of bringing about what 10 years ago I referred to as what I call the artificial anthill, where the psychic individuals that we are become prosthetic arthropods produced on networks of digital pheromones, like ants emitting their chemical messages within the spaces of the anthill. Ants do what they're supposed to do. They're given a role which they perform the rest of their lives. They cannot imagine being someone else. This is the problem Stiegler seems to warn us for. He emphasizes the poisonous, narcotic character of, in particular, Facebook. It's like what the Czech philosopher Flusser called hallucination. Imagination structured by technology, as a loop. So, digital media would make us into mere operators of machines. Without retention of a lived past, there are no pretensions for a future. You're no longer individuating. You can like or unlike, but there's no button to imagine a different future. C'est parce que dans le monde entier, cette industrie des images a détruit les horizons de libido, c'est-à-dire d'espoir, et a remplacé ça par ce que j'appelle la logique du désespoir. We are not pre-programmed ants. We are humans, and we imagine through the use of technology. Since technology is pharmacological, it is always both dangerous and promising. En ik heb tegenwoordig gemerkt dat het vaak heel goed helpt wanneer ik ga denken, hoe zou ik hierover schrijven? En als ik dat in mijn hoofd bedenk en gewoon de zinnen opbouw en de woorden kies en zo, dat is voor mij eigenlijk wel een hele goede manier om weer die rust te vinden. Zelfs als ik het uiteindelijk niet opschrijf, dat in ieder geval... Nee, ik heb ook heel vaak twijfels van waarom ben ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Wat heeft het voor zin? En daar komen ook vaak niet zo hele vrolijke gedachten bij kijken op zich. En het stomme is dat datzelfde over dat schrijven en ja, ook andere vormen van creativiteit, maar echt met name dat schrijven, dat dan wel... Het klinkt heel stom, maar voor mij is dat de manier van zingeving. Te bedenken van, ik kan daar iets mee doen. Ik kan daar op creatieve wijze iets mee, of dat nou iets verandert of niet. Dat geeft voor mij dan toch een soort geruststelling van, dat vind ik wel een goed excuus om hier toch te blijven. Ja, klinkt een beetje raar zo misschien, maar... Dat is, voor mij is dat toch wel heel belangrijk. Dus, het is zeker waar. Ik denk ook wel dat ik sinds ik ben gaan bloggen in die zin veranderd ben. Ik denk wel dat ik ook wat opener ben geworden en ook wat vrolijker. Doordat ook andere mensen me aan dingen hebben geïntroduceerd die vrolijker zijn. Dus ik denk dat zeker... Wanneer kwam dat besef? Eigenlijk door een soort afkeer van het hele project is er een kantelmoment gekomen eigenlijk toen met dat schrijven ben ik veel meer, en mijn vader is net overleden, kwam dat rouwproces veel, veel sterker naar boven en heb ik heel erg gehuild plots en dacht ik, is dit ook een van de redenen waarom dat ik dat heb gedaan? Om mezelf te troosten. Ik denk dat ik door dat schrijfproces wel een stuk milder ben geworden tegenover de jongens waarop ik Andreas gebaseerd heb. Of dat.
These people use social media, even in commercial surroundings, to engage with others in new ways. They recapture the imaginative options every technology has to offer and are open to be changed by it. They use the technology to question themselves and others, to find hope and speculate on a different future. Old? All right, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable? No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape. With tooth fairies, hogfathers. Yes. The e-book and the social network, which enable the properties of literal tertiary retentions and digital tertiary retentions to be arranged and organized, must become vectors of a new academia, new res publica. The challenge of social networks is to transform the new power that operates on brains and on societies that have been conquered by the science, technology, industry, and industry of retention into a new, into a new politics of societies who exercise this new power, on themselves and by themselves, and to ensure that in the era of digital tertiary retention and neoeconomics, psychic and collective individuation is politically reimagined. Perhaps imagination is key in all of this, both in dealing with the past, present, and in giving shape to our dreams, hopes, and desires. Imagination has long been the domain of aesthetics and art, where meaningful experiences are recorded, discussed, and recognized, personally and collectively. Quels sont les critères qui font qu'il y a de bons et de mauvais films, de bons et de mauvais cours? Le problème, c'est pas savoir où est-ce qu'on est dans le cinéma et dans la fiction, et où est-ce qu'on n'est pas dans le cinéma et dans la réalité, parce qu'on est toujours dans le cinéma. Le problème, c'est où est-ce qu'on est dans le bon cinéma, où est-ce qu'on est dans le mauvais cinéma, où est-ce que Jacques Derrida joue bien son... By getting inspiration from scientific and artistic approaches and looking at organizational practices, we might get better views on our becoming in relationship to digital technology and develop an aesthetics of interaction to speculate on the better future. We can refrain from judging and encounter the world as if it was full of wonders. In a very real way, our future depends on the strength of our imagination. But of course, that's just speculation. Thank you.